Wat een verstommende nieuwsweek. In ieder week kan een verslag en gesprek. Kijk ons naar IJsmacher Schule. Die secretaris-generaal van de ANC, die meer senior politicus Cedric Jacob Zuma, wat door die valken gevangen wordt en vrijdag in die hof moet verschijnen op aanklachten van bedrog en corruptie. Pieter-Louis Meiburg, wat die boek geschreven heeft, wat hierdie hele proces gesneller heeft, was op Skype bij mij in die gesprek samen met Federal Hapagy over die impact hiervan op die ANC, wat nog steeds niet bereid is om tegen hulle secretaris-generaal op te trainen. De president van die land, Cyril Ramaphosa, heeft ook op laas een verslapping van die inperkingsmaatregels aangekondigd. Ons grense is nou werkelijk waar oop. Wat betekent dit voor die voos economie? In 95 wijken in Zuid-Afrika was daar die week tussen verkiezings. Wie moet onverwacht gaan die winners en verloeders hiervan wees? En is daar rade wat ook in nieuwe partijen se hande kan beland? Ten slotte, bij Hoërskool Brackenfell in die Weskaap laas vrijdag en maandag het ouders en EFF-lede met elkaar slaags geraakt. Dit is een politiek waarvan geen van ons hou nie. Wat kan ons doen om terug te treden van die afgrond? Skakel in op die weekse uitzending van KAN Verslag en Gesprek.